Aan tafel Mart Smeets, Jan Mulder, Sjoukje Dijkstra en Joan Hanappel. André zei het al, twee legendes aan tafel. Art en Casey. Maar... Art en Casey, ja. Ja, ja, ja zeker. Als Art en Casey. Dat zeg ik, vroeger had je dan van, had je toch, Joan en Sjoukje en Art en Casey. Maar twee van die mensen die altijd samen zijn, dat heb je niet meer, hè? Nee, dat klopt. Dat hebben we niet meer. Nee. We gaan het hebben over kunstschaatsen. Daar was vannacht echt iets heel erg moois aan de hand... met twee Russische, hele jonge Russische schaatsers. Dat gaan we straks bekijken. En hoe het überhaupt gaat met het kunstschaatsen. We gaan het uiteraard hebben over de achtervolging. Maar eerst even misschien het moment van de dag als het om beeld gaat. We gaan kijken naar Jan Schulting. Hij is de vader van Susanne Schulting. Susanne Schulting zat in de estafetteploeg die gisteren Pardoes brons kreeg. Oh, ja. Omdat er in de grote finale twee teams werden gedisqualificeerd. Dus ja, dat was een pure verrassing. We zagen de vreugde gisteren bij de meiden. Maar deze Jan Schulting, die heeft thuis gekeken in zijn eentje. Omroep Friesland was daarbij. Wist dus ook helemaal niet hoe dit uit ging pakken. En het was dus een godswonder wat er is gebeurd. En dan zien we het volgende. Ja! Ja! Ze hebben brons! Yes! Oh, mooi! Oh, oh. Oh, super man! Oh, wat super jongens. Moet je toch kijken. Ik ben er helemaal kapot van. Ja, natuurlijk. God. Wat super. Nou ja, mooi of niet? Ja, dat is sport in het thuisland. Mart. Ja, ploegachtervolging mannen, laten we daar beginnen. Wat was het vandaag? Gekke dag, want we winnen, maar we zijn niet blij. Nee, want we willen het hoogste. En de huisdichter sloeg direct toe. Oh. Ragfijn, het samenspel, wonderlijk onderdeel. Jagen op vluchten voor, zeg het me maar. Reuze belangrijk, de aflossingsmechaniek, net als een goede schaats. Ja, dat is waar.